Meunier kan trappen en binnen. En Coutinho. Het zijn er 8. Dat is niet normaal. Het zijn er 8. Mertens gaat en Mertens knalt. Knap van Lukaku, dan blijft hij rustig. Lukaku gaat 1-2 binnen knallen. Het is gebeurd! Het mirakel is geschied! Dag iedereen, welkom bij de allereerste aflevering van de Champions Club. Dat is een gloednieuwe podcast van Proximus Sports. Gaat over de Champions League uiteraard. We gaan elke week vooruitblikken op de actie die eraan komt in de UEFA Champions League. Deze week gaan we praten over de heenmatchen van de kwartfinales in de UEFA Champions League. Volgende week over de returns, maar ook bij de halve finales en de finales gaan we een korte en bondige vooruitblik doen over die wedstrijden die eraan komen. Vandaag is Wim de Koning te gast. Dag Wim. Dag Nicola. Telkens zal er een van de Proximus Sports analisten hier bij mij komen zitten. Ja. Jij mag de spits afbijten. Ik dacht, laat ons starten met iemand die wat ervaring heeft met podcasts. Hè? Want je zit vaak bij de collega's van de tribune ook. Ja. Vorige week nog. Je bent een sportkenner, toucourt, wielerkenner. Misschien even terugblikken ook op gisteren dan maar. Ja. Oh, Ronde van Vlaanderen. Goeie winnaar voor u? Ja, verdiende winnaar. Ik denk dat de sterkste man was. Alleen op de Koppenberg zag ik hem even afzien, omdat dat misschien net iets te stijl is voor hem. Maar voor de rest gaf hij zeker en vast de beste indruk. En had hij in Haarlembeke ook al getoond welke enorme kwaliteiten hij heeft. Hè. En ook nog maar 26. En toch wel verrassend dat hij Van der Poel klopt in de sprint. Had geleerd van de sprint die Van Aert vorig jaar verloor. Denk ik, en vanuit de wagen zullen ze gezegd hebben dat hij op 250 meter moest aanzetten. Omdat Van der Poel toen, vorig jaar, heeft toegegeven van dat hij zijn hoogste snelheid haalt gedurende 180, 200 meter. En als het wat langer wordt, dat hij stilvalt. En dat was te zien de laatste 50 meter. Je praat even gepassioneerd over koers dan over voetbal, Wim. De focus deze week natuurlijk terug op de Champions League. Je gaat co-commentaar geven op Manchester City tegen Dortmund. Klopt. Op dinsdag en op woensdag zit je in de studio. Ja. Als we kijken naar de laatste 8, want daar zitten we intussen, kwartfinales. 3 ploegen uit Engeland, Liverpool, Manchester City en Chelsea. 2 ploegen uit Duitsland, Dortmund en Bayern. 1 uit Frankrijk, PSG. 1 uit Spanje, Real Madrid. En dan ook nog een Portugese ploeg natuurlijk, FC Porto. Dat is de verrassing. In welke mate ben jij verrast dat ze Juventus hebben uitgeschakeld? En hoe sterk zijn ze met het oog op die kwartfinale tegen Chelsea? Ja, ik zou ze toch wel 50-50 kansen geven tegen Chelsea. Omdat ze tegen Juve enorm fysiek vermogen getoond hebben. Ook een hele goede organisatie. Conceição, een heel rustige coach geworden. Die langs de lijn... Ja, heel raar. Je heeft een metamorfose ondergaan als trainer. Brengt dat ook wel over op zijn ploeg. De vechtlust is er. De goede duelkracht. Ze blijven de kop erbij houden. Hij durft dan nogal eens verliezen. Zou dat vooral in Europa zijn, Wim? Dat hij rustig is? Zou kunnen. Ik kan me niet voorstellen dat hij in Portugal ook kalm is. Nee. Hij gaat geen kampioen spelen dit seizoen. Nee. Sporting doet een ongelooflijk parcours. Ja. Heeft nog niet verloren. Dus ze gaan daar de tweede viool moeten blijven spelen. Ze gaan waarschijnlijk wel tweede eindigen. Maar tegen Chelsea hebben ze kans. In die zin dat ze ook underdog waren tegen Juve. En dat ze daar met 10 man in een verlenging toch nog uiteindelijk de kwalificatie afdwingen. Zegt ook wel iets over... Ja, het mindere seizoen van Juventus, hè, dat wel. Dus wat dat betreft hebben ze misschien wel een gunstige loting gehad. Maar ze blijven wel in die gunstige lotinggroep zitten. Chelsea, ja. Met Chelsea. En ja, in de halve finale ook tegen... Ofwel, als ze zouden doorgaan, tegen Real of Liverpool. Waar ze ook niet kansloos zijn, gezien het feit dat die twee ploegen... Nee, beleven niet hun allerbeste seizoen. Porto werd door sommige mensen vergeleken, Wim, met Atletico. Qua manier van spelen. Klopt dat? In die zin, tegen Juve hebben ze inderdaad ook met 6 achterin gespeeld. Moet ik zeggen, met die twee flankmiddenvelders echt als flankverdedigers. 4 mensen centraal achterin. En dan, oké, probeer het. Ze kwamen natuurlijk, alhoewel ze dat zelf een beetje geforceerd hebben, heel vroeg tegen Juve op voorsprong. Foutje van Szczęsny en Bentancur was het toen. En dan na rust maakten ze snel de 2-0. Maar vooral Ginder hebben ze toch wel in die mate getoond dat ze, als je het fysiek zo kan volhouden tegen een Italiaanse ploeg van wie dat je denkt, ja, die gaan er nu overgaan. En ook met heel veel goede wissels van Conceição.
die als er iemand rood krijgt, en dat was het geval, ja, dan moet je gaan nadenken, snel handelen. En hij heeft heel de tijd in die twee wedstrijden de ideale wissels gedaan en de goede moves. Op het juiste moment, dat wil toch zeggen dat hij er zijn hoofd echt wel goed bij heeft. Sergio Oliveira natuurlijk, een man om in de gaten te houden, die scoorde een paar keer tegen Juventus, deed het uitstekend. En is ook topschutter van Porto in de competitie daar, met 12 doelpunten. Chelsea... Maar Sergio Oliveira geschorst. In de heenwedstrijd. In de heenwedstrijd. Ja. Door die rode kaart. 19 goals in alle competities. Man die geen penalties mist. En dat is niet zo evident meer de dag van vandaag. Trapt alle penalties binnen. Dat is toch wel een ferme aderlating. Ik moet ook zeggen, hij liep zich de naad uit het lijf tegen Juve daar op dat middenveld. Niet alleen scoren, maar ook keihard werken. En ook Taremi is geschorst. Ja, dus echt wel verzwakt. Want ja, hij kreeg die rode kaart. Echt wel verzwakt, alhoewel Taremi een tijdje echt veel scoorde. Heeft nu al 8 wedstrijden niet gescoord. Maar toch Taremi en Sergio Oliveira. Dat is veel, hè? Het is wat veel. Chelsea was uitstekend begonnen natuurlijk onder Thomas Tuchel. Ze waren 14 matchen ongeslagen, maar dan verliezen ze Wim plots tegen West Brom afgelopen weekend en niet zomaar verliezen, met 2-5. Ook wel een rode kaart natuurlijk voor Thiago Silva. Ja, stonden nog voor. Stonden voor 1-0. Ik moet zeggen, ik heb de wedstrijd helemaal bekeken. Ja, het was ontluisterend hoe ze afgestraft werden tegen een ploeg die al bijna gedegradeerd is in Engeland. Waren ze zo zwak dan? Het was geen goede zet, denk ik, om Thiago Silva na 6 weken inactiviteit opeens daar centraal achterin te zetten. Die moest 2 keer aan de noodrem trekken. Ook door het feit dat ze, wat ze zo goed deden bijvoorbeeld tegen Atletico, dat uitvoetballen van achteruit, gedurfd met Jorginho en Kovacic, veel driehoeken maken met Mandy, de keeper erbij. Dat ging helemaal de mist in. Zaterdag. We waren daarin totaal... Ja, Jorginho en Kovacic gaven niet thuis wat dat betreft. En ja, Thiago Silva moest 2 keer aan de noodrem trekken. Tweede keer was een beetje ongelukkig, maar toch, ja, rode kaart. Want toen stonden ze nog voor, hè? 1-0, dacht ik. Ja. En in de extra tijd van de eerste helft maakte West Brom gelijk en kwamen ze er ook nog over. Ja. Dus ja, dan was het, werd het heel erg moeilijk. Hoe belangrijk was het dat N'Golo Kanté niet erbij was? In welke mate hangt dat resultaat, die nederlaag, samen? Ze hadden ook nog maar een paar doelpunten binnengekregen. Wat 2. 2? 2-1 in 14 wedstrijden onder Tuchel. En nu 5. En nu 5 ineens. Misschien is dat wel een goede zaak. Want ik denk dat ze een soort onoverwinnelijkheid gecreëerd hadden voor zichzelf en een geweldig vertrouwen. En als je dan tegen West Brom 3 dagen voor een belangrijke Champions League-wedstrijd met de billen bloot gaat, want dat was het echt wel, werden helemaal afgestraft, dan is dat misschien een goede wake-up call. En Tuchel is daar niet vies van, want nadien, je gaf het mij dood deze morgen, het is ook wat commotie geweest, controverse op training en ook onmiddellijk na de wedstrijd tussen wat spelers. Ja, het is er luid aan toegegaan. In de kleedkamer met Reece James, de dag nadien op training Rudiger met Kepa. Ja. Dat zijn dan nog 2 mannen die niet hebben gespeeld. Dus dat is inderdaad wel opmerkelijk. Maar Kanté, de uitblinker tegen Atletico Madrid, die nu ontbreekt, dus ook Chelsea is verzwakt. Jazeker. Tuchel heeft een aantal spelers opgewaardeerd die afgeschreven waren onder Lampard. En daar was Kanté bij, ook door omstandigheden, veel blessures en zo. Maar onder Tuchel werd hij weer de speler die op een gegeven moment speler van het seizoen werd in Engeland. En wat dat betreft een aderlating, dat wel. Maar ja, goed, met die andere mensen daar op middenveld heeft een hele grote kern. Toch vergeleken met Conceição kan hij toch wel putten uit enorme mogelijkheden. Ja. Dus wat dat betreft zal dat wel opgelost geraken. Ik ben toch geneigd om ze eerder licht als favoriet naar voren te schuiven tegen Porto. Denk licht ook, hoor. Ja, want ja, Porto niet onderschatten vanuit die underdog-rol. En nadeel, Porto speelt niet thuis, spelen in Sevilla die heenwedstrijd. Dus is ook wel in hun nadeel natuurlijk. Maar Chelsea, ja. Geweldig tegen Atletico. De vraag is natuurlijk, hoe zwak was Atletico? Ja, die hebben ook weer verloren gisteren. Ja, die zijn in vrije val. De titel in Spanje, dat wordt nog een probleem. Laat ons doorgaan, Wim, naar Manchester City, liever tegen Dortmund. Dat is de match waarop jij commentaar gaat geven. Geloof je in de kansen van Dortmund, na wat we de laatste tijd hebben gezien? Nee. Ook van het weekend hebben ze verloren tegen Frankfurt. Maar ja, zeker. En verdiend verloren tegen een sterk Frankfurt, moet ik zeggen, waardoor de vierde plaats ver af is. 7 punten staan ze nu achter.
Het was een cruciale match, want Frankfurt is de nummer 4 en er was 4 punten. Ze konden tot op 1 punt komen. Ja. Het zijn er nu 7, dat ziet er niet goed uit. Nee, dat ziet er inderdaad niet goed uit. En niet alleen de mindere vormen van Dortmund doet mij zeggen van oké, ze hebben weinig kans, maar ook de geweldige reeks die City aan het neerzetten is. City, wat mij betreft, echt wel in de winning mood, met heel veel vertrouwen, wat zakelijk. Achteraan ook goed. Het zal ook wel nodig zijn tegen Haaland, die wel zijn wedstrijd miste tegen Frankfurt. Dat was helemaal... Niet gescoord opnieuw? Ja, en niet in het spel betrokken ook. Er wordt heel veel verwacht en ze zijn zeer erg afhankelijk van Haaland. Uh-huh. Dus als hij dan een wedstrijd niet thuis geeft, dan voel je toch wel dat Dortmund zwak is. Jij vindt ook dat er een probleem is tussen de palen bij Dortmund? Ja, vind ik wel. De twee Zwitserse keepers, ja. Ja, Burki, dat was al een tijdje, vind ik, een zwak punt als keeper bij Dortmund, vergeleken bij die andere ploegen die op dat topniveau spelen. Is dan gewisseld. Terzic heeft dan voor Hitz gekozen. Die is ook al 33 en ook nooit outstanding geweest. En het blijft toch wel... een beetje twijfelachtig daar in doel. Wat dat betreft hebben ze bijvoorbeeld tegenover City, als je dan Ederson pakt, daar staat iemand. Welke keeper, Wim, je bent wel goed geplaatst om dat te beoordelen. Welke keeper zou Dortmund kunnen versterken? Een haalbare doelman ook financieel? Ja, een van die andere Duitse keepers. Trapp speelde bij Frankfurt. Ja, die is wat zekerder, alhoewel hij bij PSG ook niet echt kunnen doorbreken is, maar ik vond dat altijd wel een goeie. Leno, die zit in Engeland. In Duitsland veel goede keepers, maar als er dan een goeie is zoals Nübel, dan pakt Bayern die binnen als tweede keeper. Dus ja, daar moeten ze zeker iets gaan doen. En de vraag is, ze gaan geld hebben of niet, want gaat Haaland kunnen vertrekken? Ik hoorde Guardiola zeggen zaterdag van ja... Misschien gaan wij een spits kopen, maar misschien ook wel niet. En die misschien ook wel niet is groter dan misschien wel. Mm-hmm, klopt. Omdat wij financiële problemen hebben. En we zijn niet de enige, want alle ploegen in Europa... Ja, dat is relatief, denk ik, bij City. Maar je zei het wel. Haaland die zou, als hij vertrekt, veel kosten. Nu nog meer dan in de zomer van 2022. Dan is er een goedkoper bedrag in zijn contract om hem binnen te halen. Nee, ik dacht bijvoorbeeld aan Kasteels. Is dat iets voor Dortmund? Is die beter dan die Zwitsers? Ja, die is veel beter dan die Zwitser. Veel degelijker, veel meer uitstraling. Je ziet de twijfel. Je zag de twijfel bij Burki. Je ziet ook de twijfel bij Hitz. Ja, dat het is niet duidelijk wie daar de eerste keeper is. En ze voelen ook wel waarschijnlijk dat er daar iemand nieuw zal komen. En als je dan nog tot het einde van het seizoen belangrijke wedstrijden moet spelen, is altijd moeilijk. Ja, het zou leuk zijn. Nog een Belg erbij. De andere Belgen, dat ging dit weekend niet zo fantastisch. Meunier bleef op de bank een hele wedstrijd. Thorgan Hazard was redelijk onzichtbaar. En Witzel natuurlijk nog geblesseerd. Als we het over City hebben en over een aanvaller die daar zou komen, Haaland, zou kunnen komen als vervanger van Aguero. Die heeft aangekondigd dat hij niet blijft. Dat hij na, 10 jaar zal vertrekken. Ja. Sergio Aguero, wat is het eerste waaraan je denkt als het over hem gaat? Efficiëntie, doelgerichtheid, onderschat een beetje. Altijd in de schaduw gestaan natuurlijk, ook in de nationale ploeg van Messi. Ik weet niet of hij veel prijzen gewonnen heeft. Champions League niet natuurlijk. Nee. Maar heel veel doelpunten gemaakt. Topschutter aller tijden van Man City. Van City. En ook de leeftijd. 57. Ja. En we zagen een andere foto daar toen hij nog wat scherper was. Alhoewel hij zaterdag hij mocht starten. Hij gaf mij een redelijk fitte indruk, redelijk scherpe indruk. Maar ik verwacht niet dat hij aan de aftrap komt in die Champions League wedstrijden. Dat zal niet gebeuren. Hij is 32, wordt er 33 in juni. 41 goals in de Champions League in 76 matchen. Je hebt het geluk gehad om hem live te zien. Ik ook niet zo vaak. Nee. Ik een keer of 5, denk ik, in de Champions League. Maar hij scoorde 2 hat-tricks in de Champions League. 2 keer tegen een Duitse ploeg. Ah ja? Ja, tegen Bayern. In 2014 was dat. In 2016 tegen Gladbach. Normaal moest ik daarbij zijn, Wim. Maar die wedstrijd, ik weet niet of je dat nog herinnert. Ik herinner mij dat niet meer. Nee, voordien, op dinsdag, was ik daar toen de match moest gespeeld worden. Onweer, enorm onweer. Match uitgesteld tot de woensdag. En dan moest ik in de studio komen zitten. Dus ik heb de hat-trick van Sergio Aguero niet gezien. Nee. Alleen op tv. Alleen op tv vanuit de studio in onze multilife natuurlijk. Maar goed, we zullen zien wat het wordt met Aguero. Of hij nog naar een andere ploeg gaat, zoals Barcelona of zo, wordt daar wel genoemd. Ja, natuurlijk
Guardiola is geen liefhebber van een nummer 9. Hè? Hij heeft Guardiola toch wel een aantal keer kunnen overtuigen om toch wel voor een diepe spits te kiezen. Hè? Nu hij er niet was, was het weer makkelijk voor Guardiola om te zeggen, ja, valse 9. Ja. En Torres doet het daar wel goed. En af en toe Gabriel Jesus ook. Maar eigenlijk speelt hij nog altijd liefst zonder diepe spits. Tenzij het misschien Haaland wordt. Want dan gaat hij anders moeten beginnen denken. Ik denk dat ook de reden is waarom hij hem niet per se nodig heeft, misschien. Ja, ja. Tuurlijk. Hij blijft toch houden van dat die tegenstander in verwarring brengen zonder die diepe spits. Want ja, nu zaterdag in de wedstrijd tegen Leicester begon hij met 3 centrale verdedigers. Op papier waren die er niet, maar hij zette Kyle Walker als derde verdediger en 2 wingbacks. Maar na 10 minuten kwartier heeft hij dat omgeschakeld. Om de tegenstander toch in verwarring te brengen. En ze zijn er door in verwarring geraakt. Ik heb de 2 matchen gedaan tegen Gladbach. Ik was echt wel onder de indruk. Gladbach was zwak, ja. Zeker. Maar City was heel erg goed. Goed, voor die andere 2 wedstrijden die worden gespeeld. Dat zijn 2 topaffiches. Gaan we praten met iemand, Wim, die al sinds 2012 Europa rondreist. Kriskras door alle landen heen. Toch als er geen pandemie woedt, is dat dan. Peter van den Bent, goedemiddag. Goedemiddag. Peter, jij gaat commentaar geven bij Real Madrid, Liverpool en bij Bayern PSG. 2 absolute toppers, kijk je er naar uit? Ja, zeker. Hè. Naarmate het toernooi vordert, money time dichterbij komt, stijgt de spanning, stijgt in principe ook de kwaliteit ervan. Ik moet zeggen, ik zat vanmorgen te bedenken, ik verlang wel naar die Final 8-formule van vorig jaar, toen het vanaf de kwartfinale do or die was. Dat was toch heel bijzonder. Dus af en toe zie je toch, zoals in de 8e finale, zo, dat de heenwedstrijd af en toe wel een keer berekend en beredeneerd wordt aangepakt en dat het dan beter is in de terugwedstrijd. Maar goed, het zijn natuurlijk 4 duels tussen 4 ploegen die eigenlijk allemaal aan het toernooi beginnen met de ambitie om de beker te winnen. Dus het kunnen alleen maar topduels zijn, denk ik. Ja, absoluut. UEFA, Peter, heeft vorig jaar gezegd, toen iedereen zo lovend was over die Final 8, ja, we gaan dat bestuderen, maar is daar nog iets uit voortgekomen voor de toekomst? Dat is een studie die over 20 jaar loopt, laat ik mij vertellen. Ja, en dan, brengt gewoon te veel geld op, Nicola. Ja. Om het, ja, je levert toch een aantal wedstrijden in. Hè? 1 in de kwartfinale, 1 in de halve finale, maal zoveel inkomsten. Minder wedstrijden op televisie gaat misschien ten koste van het televisiecontract. Of televisiezenders zeggen, ja, maar ja, een paar wedstrijden minder. Dus het zou mij verbazen, eerlijk gezegd, als ze dan kiezen, want dat is het toch wat ze doen, voor het sportieve, het aantrekkelijke ervan. Dat zou mij zeer verbazen. Ik heb er niets meer over gehoord. Nee, het is redelijk stilgebleven inderdaad. Nadien. Ja. Peter, jij doet die twee topmatchen. Dat betekent natuurlijk dat je ook de competitiewedstrijden van die ploegen bekijkt. Ja. Sinds wanneer zit je al achter je bureau? Wij nemen nu op maandagmiddag, maar je bent al vroeg begonnen vandaag. Hè? Ja, ik was om 7 uur bezig. Want ik had een privéafspraak, moest mijn dochter even wegbrengen. Dus ik was om 7 uur weer thuis en ik ben begonnen. Eerst met kranten lezen, buitenlandse kranten. En om 9 uur heb ik naar Liverpool gekeken. Af en toe wel een beetje doorgespoeld. Nog een stuk van PSG, want dat had ik nog gemist, de tweede helft. En Bayern had ik al gezien. En ondertussen heb ik ook op het laatste kwartier naar Real Madrid gezien. Kijk, dus voilà. Je bent helemaal mee, dus daarom, daarom spreken we met jou. En nu zo meteen ook uit even de Leuven Racing Genk. Dus, ja, dat is voor straks. We moeten ons haasten. Ja, hoeveel buitenlandse kranten neem je zo door per dag, Peter? Is dat elke dag trouwens? Nee. Dus dat is altijd in functie van de Champions League. Hè. Dus, anders is het moeilijk. Als ik Real doe, dan lees ik Spaanse kranten. Als het een Italiaanse ploeg is, lees ik La Gazzetta. Engelse krant lees ik in principe. De 3 kwaliteitskranten, tabloids, lees ik niet. In principe bijna dagelijks wel. Ja. In die Engelse kranten... Het is altijd wel in functie van de wedstrijd die ik moet verslaan, uiteraard. Ja, tuurlijk. In de Engelse kranten werd er ook gepraat over Haaland natuurlijk, maar Wim zei het hier net, Guardiola City heeft hem misschien niet keihard nodig. Real Madrid, is dat de bestemming voor jou die er bovenuit steekt? Ze hebben een tour gedaan, een tournee door Europa vorige week. Ja, de papa en de manager zijn even op reis geweest. Barcelona, Real Madrid, dat zijn 2 clubs waarvan wij denken op dit moment dat die Haaland niet kunnen betalen. Dus dat zou mij verbazen. Zeker Barcelona niet, maar eigenlijk ook Real Madrid niet. Maar daar stond ook bij dat hij vanuit Spanje dan naar Engeland zou afreizen de komende tijd. En dat ze daar ook een aantal clubs aandoen, want dat... Eigenlijk alle grote clubs in Engeland zoeken een nieuwe diepe spits. Zelfs Chelsea wil een scorende diepe spits. City,
al zegt Guardiola van niet, maar ik las vandaag in die Engelse kranten dat niemand Guardiola gelooft. Dat iedereen aanneemt dat Man City wel degelijk geld zal leggen, maar dat hij een soort rookgordijn optrekt. Eigenlijk ook Man United wordt gezegd. Misschien wel Liverpool, al hebben die met Jota nu misschien wel iemand gevonden. Dus hij gaat nog een keer over het kanaal kijken of er daar nog wat te verdienen valt. Maar ja, Real zoekt stilaan misschien toch wel een opvolger voor Benzema. Hè. Die is 2,33 ondertussen. Die doet het uitstekend. Maar laten we zeggen dat dat misschien wel de club is die het meest in aanmerking komt. Nog een keer, als ze dat inderdaad kunnen betalen. Ja, ze moeten nu tegen Liverpool. Ramos, die is afwezig, Peter. Hoe belangrijk is dat? De cijfers bewijzen dat. 7 van de laatste 10 Champions League wedstrijden waaraan Ramos niet kon deelnemen, heeft Real verloren. Verdedigend is hij toch nog altijd bij de beste van de klas, maar het is vooral zijn mentale impact op de groep. Als hij erbij is, dan is hij al gewoon stabieler, sterker. Dus dat is een groot probleem achterin. En we zijn benieuwd of Zidane opnieuw met die 3 achterin gaat spelen. Hij wisselt een paar keer de laatste paar wedstrijden. En ineens is daar Marcelo op de linkerkant, die ook tegen Eibar nu als linker wingback werd geposteerd, waardoor hij nog altijd zijn offensieve kwaliteiten kan benutten, had een paar geweldige voorzetten en zijn techniek kan laten primeren en niet meer zozeer kwetsbaar is in de rug, want dat is met de loop der jaren al maar een groter probleem geworden natuurlijk. Hij was toch een beetje de negatieve talisman van Real geworden. Dus we zijn benieuwd hoe hij dat gaat oplossen tegen Eibar. Was daar ineens Asensio, die is toch al een paar keer afgeschreven, werd gezegd, ja, na zijn zware blessure is hij niet meer de oude, maar hij was heel erg goed, was de man van de match eigenlijk, met nog een afgekeurde goal, een echte goal, dan een bal tegen de lat enzovoort, dus iemand die misschien nog eens een extra troef is. En natuurlijk vragen wij ons af, gaat Eden Hazard op de bank zitten of niet? Gaat hij een rol van betekenis kunnen spelen nu in de heenwedstrijd? Misschien in de Classico, want het seizoen van Real wordt gespeeld op 12 dagen, zo stond te lezen in de Spaanse kranten, met tussen de 2 wedstrijden tegen Liverpool ook nog eens de Classico tegen Barcelona erbij. Ik zou wel verbaasd zijn, eerlijk gezegd, als Hazard nu ineens dan toch weer zoveel vroeger dan in principe voorzien zou deelnemen aan wedstrijden. Maar ze hebben in elk geval al uitgevlooid dat Liverpool, de favoriete tegenstander is van Hazard, want dat hij in 18 wedstrijden al 7 keer heeft gescoord. Dat soort dingen, dat lichten ze er graag uit. Wim, Hazard, daar is het al vaak over gegaan in onze uitzendingen ook. Het zou inderdaad straf zijn, hè, dat die nu plots weer opduikt in de selectie, terwijl onlangs nog werd gesproken over een operatie die nodig was. Dat ging dan niet door. Wat denk jij ervan? Goh, in de selectie misschien, maar hem laten spelen zou ik dan niet doen. Ik zou eerder dan kiezen als hij... Want Vinicius kwam ook goed in, Peter, weer tegen Eibar. Ja. Met een geweldige actie ook. De voorzet op Benzema op het tweede doelpunt. Met Rodrigo hebben ze ook iemand die daar iets kan forceren. Zidane speelt nu liefst met 2 spitsen de laatste tijd. Hè. Inderdaad is de vraag tegen Liverpool dat met 3 spitsen speelt, of hij dan ook met 3 centrale verdedigers durft te spelen en 2 wingbacks. Dus dat is een beetje de vraag hoe hij het gaat doen. Maar ik denk dat Hazard eerlijk gezegd geen rol meer van betekenis kan spelen. Toch niet in deze kwartfinale. Misschien verder wel, als hij fit zou geraken. Maar ja, daar hebben we allemaal onze twijfels bij. Hij heeft bij Lieven Maasschalk gezeten, zeker. En het zou wel kunnen dat hij net iets... scherper en fitter is als tevoren dan tevoren. Ja. Ja, Liverpool dus de tegenstander. Die hebben met 0-3 gewonnen op het veld van Arsenal. Ze komen er weer door, Wim. Ja, ik moet eerlijk zeggen, tegen Leipzig toch een moeilijk te bespelen tegenstander. Want ook Bayern had er nu wel moeite mee dit weekend. Waren ze 2 keer heel erg goed. In de problemen gekomen. Niet in de problemen gekomen. Een simpele kwalificatie eigenlijk. Ja, waarbij... Door de fouten ook van Leipzig wel. Ja, maar goed. Wel afgedwongen, afgestraft. Ook een gunstige loting wat mij betreft voor Real en Liverpool. Degene die doorgaat. Ontwijkt City, ontwijkt Bayern, ontwijkt Parijs. En ik heb ook na de hele wedstrijd tegen Leipzig gezegd, als we ze nu zo zien spelen in Europa, zijn ze niet afgeschreven. Het leek in Engeland dat ze stilaan een minder motor aan het worden waren. Maar, 6 keer na elkaar verloren. Maar ze staan stadion. Op 2 punten van Chelsea opeens, dat door het verlies Liverpool weer voelt komen. Het is daar nog wel niet gespeeld, dus ze kunnen ook via die weg
misschien nog Champions League halen. Ja. Dus ja, komen opeens vanuit een verslagen positie weer in een rol dat ze mogelijk kandidaat zijn om verrassend verder te gaan. Ja, dus ja. Wordt een boeiende wedstrijd tegen Real Madrid. Peter, de andere match die je van commentaar gaat voorzien is Bayern tegen PSG. Heruitgave van de finale natuurlijk van vorig jaar. Ja, is PSG beter gewapend dan vorige zomer? Mag ik eerst nog iets over Liverpool zeggen? Ja, zeker. Natuurlijk. Ja, omdat ineens hadden we de indruk dat, zeker tegen Arsenal, dat het echte Liverpool weer terug was. Dat hebben we een paar keer gedacht in deze campagne ondertussen. Dan werd dat toch niet bevestigd met nog meer resultaten. Maar sinds 3 wedstrijden kan Fabinho weer op het middenveld spelen, ja, waardoor er meer stabiliteit is. Komt Alexander-Arnold, die uit de ploeg was gelaten voor Engeland, ineens weer boven water, was zeer geprikkeld, was ja, de man van de match misschien wel bij Liverpool. En staan die 2 centrale verdedigers die gehaald zijn tijdens de winterstop, Kabak en Phillips, die toch onervaren jongens zijn, veel minder onder druk. Er wordt veel meer afgeblokt voor die 2. En je hebt ineens Thiago Alcantara, die weer vooruit kan voetballen en niet meer achteruit hoeft te kijken. Dus ineens hebben we de indruk, maar het moet nog bevestigd worden, dat Liverpool misschien in money time, hè, wat je zei Wim, in de strijd om de top 4, maar ook in de slotfase van de Champions League, misschien dan toch wel weer boven water zou kunnen komen. Dus het is heel interessant om te zien of Liverpool nu die echt goede wedstrijd tegen Arsenal, ze hadden niet zoveel kansen, moet ik zeggen, of ze die kunnen bevestigen tegen Real Madrid. En Jota is in de vorm van zijn leven, is eindelijk een alternatief voor die Fab 3 voorin, van wie Salah nog wel zijn statistiek heeft, maar de andere 2 toch net iets meer. Ja, Henderson natuurlijk, dat is ook weer een aderlating extra. Ja. Moest die er dan bij zijn? Ja, dan hebben ze heel erg veel kans, denk ik, tegen Real Madrid. Ik denk dat ze doorgaan tegen Real Madrid, maar bon. Ja? Peter, jij? Nu ben ik aan het twijfelen gegaan naar die wedstrijd van zaterdag, want ze hadden ook weer die pressing. Hè. Die waren ze eigenlijk ook kwijtgeraakt. Arsenal werd eigenlijk gewoon versmacht over het overgrote deel van de wedstrijd. Ik denk dat ze in de eerste helft al bijna 70% balbezit hadden. Dus ja, als Real Madrid dat kan ontwikkelen, Liverpool, dan kan Real in de problemen komen. Maar ik was zeer onder de indruk van Real Madrid in die wedstrijden tegen Atalanta. Ook een ploeg die op een andere manier ook graag pressing. En we dachten, oei, Real gaat eigenlijk overlopen worden. En de manier waarop ze op techniek en métier met dat zeer ervaren middenveld, met Casemiro, vooral Kroos en Modric, daaronder uitgevoetbald hebben, met zoveel rust aan de bal, dat was bepaald indrukwekkend. Maar goed, Liverpool, het echt goede Liverpool, is nog van een andere orde dan Atalanta. Alright, goed. Bayern PSG dan, Peter, heruitgave. Dus sorry, van die, van, geen probleem. Van die finale. Vorig jaar werd het daar in Lissabon een krappe zege, 1-0. Kingsley Coman die scoorde. PSG verloor afgelopen weekend in de competitie tegen Lille. De Franse titel is niet eens een zekerheid, Peter. Dus hoe slecht gaat het met PSG? Ja, zorgelijk in elk geval. Hè. Net voor de interlandonderbreking hadden ze ook een topwedstrijd op het veld van Lyon. Die wonnen ze met 2-4, 0-4 na een uur spelen. Dus dat was bepaald indrukwekkend. Maar dit was een zeer zorgelijke wedstrijd. Openingskwartier was echt goed van PSG. Overvleugelde Lille, 2 goede kansen. 1 voor Neymar, 1 voor Mbappé. En dan ineens David, zware dekkingsfout, de voorsprong voor Lille. Ja, dat is een ploeg die compact, gedisciplineerd, kan spelen, weinig ruimte weggeeft en loert op de counter. En daarna was het eigenlijk in een heel uur nauwelijks nog een kans voor PSG. Neymar geraakte al maar meer gefrustreerd, alweer uitgesloten op het einde van de wedstrijd. En het was de wedstrijd van de machteloosheid eigenlijk van Paris Saint-Germain. Hij begint zich stilaan toch af te vragen of PSG, zelfs onder Pochettino nu, dan toch genoeg kwaliteit heeft om het ver te schoppen in de Champions League. Want hoe je het ook draait of keert, dat is vorig jaar toch ook ten dele te danken geweest aan een alles bij elkaar redelijk gunstige loting. En die hebben ze natuurlijk nu niet. Nu zitten ze aan de verkeerde kant van de tabel, zou je zeggen. En niet vergeten dat indrukwekkende PSG, wat verbluffend sterk was op Barcelona, dat teerde toch vooral ook op een geweldig duo Verratti-Paredes. En Verratti heeft een COVID-besmetting. Ja. Paredes is geschorst, dus is toch bepaald een krater. En Neymar, zoals ik in L'Equipe, heeft ongelooflijk hard gewerkt, want hij is niet naar Brazilië gemoet, hij heeft niet gespeeld, om fysiek klaar te zijn voor de eindsprint, zal ik maar zeggen, in de Ligue 1 en in de Champions League. Maar daar was weinig van te merken. Dat was nog maar zijn eerste echte wedstrijd. Hij had 20 minuten gespeeld in de vorige. En het was weer de Neymar
die alles op zijn schouders wil nemen, die het zelf wil doen, maar het vooral zelf forceert, denk ik, ook heeft voor medespelers. Dus het is in elk geval in de grootst mogelijke onzekerheid dat de PSG, na dat duel met Bayern natuurlijk, Bayern, de sterkste ploeg van Europa, toelicht. Ja. Beter kan je niet treffen op dit moment. Bayern, Wim, moet het natuurlijk ook doen zonder Lewandowski. Hoe schat je dat in? Choupo-Moting speelde afgelopen weekend. Ze wonnen tegen Leipzig, de toppers. Ja. Ze staan 7 punten voor, dus in de competitie kunnen ze rustig aan ontspannen, stilaan. Het heeft lang geduurd. Ja. Choupo-Moting deed het niet slecht tegen Leipzig. Is ook ex-PSG. Tegen wie was? Tegen Atalanta haalde ze over de streep vorig jaar. In de kwartfinale was het. Hè. Maar... ja, dat is natuurlijk geen Lewandowski. Hè? Lewandowski die toch enorm belangrijk is voor Bayern. Een geoliede machine, maar het eindpunt is heel erg veel Lewandowski. Het feit dat hij... eerst werd er gezegd dat hij een maand zou oud zijn, heel de maand april. Maar nu lees ik dat het voor 10 dagen zou zijn. Maar dat wil ook wel zeggen die 2 kwartfinales niet meedoen. Dat is toch wel een groot verlies voor Bayern. Hebben ze hem nodig om PSG uit te schakelen? Ja, alleen al mentaal zal dat een opdoffer zijn voor deze ploeg. Je weet, Lewandowski is altijd in de wedstrijd, werkt hard en staat altijd op de goede plek en scoort heel erg makkelijk een doelpunt. Is ook nog de man van de penalties en ga zo maar door. Ongelooflijke cijfers. Dit Bayern was mijn favoriet al heel het seizoen. Ik vind ze wel wat kwetsbaar achterin. 35 tegengoals in 27 wedstrijden. Nu tegen Leipzig niet. Stond het redelijk. Wel er heel veel gemaakt, ook in Duitsland. 79, wat ook een record is. Maar die tegengoals baren mij toch wel wat zorgen. Ja, tegen inderdaad, ja, mannen als Mbappé en Neymar. Ja, ja, en dan... Oké, vorig jaar dachten we ook, want toen stond Kimmich nog rechtsbak, denk ik, Peter, in de finale. Dachten we, Kimmich tegen Mbappé, ja, dat... met zijn snelheid, dat zal niet lukken, maar Kimi heeft dat geweldig opgelost. Oké, Pavard is nu terug, waarschijnlijk tegen Mbappé, dus die kennen elkaar heel erg goed. Maar toch, Lewandowski is toch wel een geweldige aderlating. En dat maakt dat PSG, wat mij betreft, toch ook 50-50 kans heeft om dit Bayern uit te schakelen. Ja. Het klopt wat je zegt, Wim. Je hebt aan het begin van het seizoen gezegd, Bayern is mijn favoriet. Ja. Peter, jouw naam was Barcelona. Zat je dan in die vorige ronde te hopen dat Barça toch nog een remontada ging neerzetten? Want het had eigenlijk gekund, hè? Maar heel gemakkelijk had dat gekund. Ja. En dat was eigenlijk onbegrijpelijk na die demonstratie van PSG tegen een zieltogend Barcelona. Met een klein beetje meeval of een betere afwerking. Dembélé die kansen verknoeide, dan gaat PSG er gewoon uit. En dat vond ik eigenlijk wel verontrustend. Pochettino had vooraf gezegd van, kijk, blijkbaar Parijs, de spelers van PSG, als er een belangrijk moment aankomt, dan beginnen ze te beven. Ik heb nergens schrik van. Ik ben niet bang, maar dat was niet te zien aan zijn spelers op het veld. Dus dat was zeer verontrustend. Dus vreemd hoe PSG dat is overkomen. En inderdaad, de voorbije jaren waren ze op 5 of 6 of 8 speeldagen van het einde al kampioen. En nu is de titel ook hoogst onzeker. Dus. Ja. Wie is nu je nieuwe favoriet, Peter, tot slot? Maar Bayern München dan toch maar. Hè. En wat Wim zegt is zeker waar. Ik heb het gezien in die wedstrijd tegen Leipzig. Choupo-Moting, hij was er. Hij heeft veel gelopen, maar heeft nauwelijks ballen geraakt. Als je dat vergelijkt met Lewandowski. Dat is iemand die onvervangbaar is. Maar wat Bayern wel deed in die wedstrijd dan. En Leipzig had zeker na de rust in het openingskwartier echt wel kansen. Olmo 3, denk ik. Om te scoren. Maar Bayern deed dat dan toch professioneel, klinisch, efficiënt en op métier. Het eerste stormpje laten overwaaien, dan gekomen, prachtige goal gemaakt. En in de Süddeutsche Zeitung las ik vanmorgen nog, ja, Bayern heeft alles wat de mannschaft niet heeft op dit moment, namelijk de dingen die ik net zei. En dan werd de link gauw gelegd met Thomas Müller natuurlijk. Maar ik ben wel benieuwd, want hij koos nu, en dat had hij in die vorige wedstrijden dit seizoen, want Lewandowski had er een stuk of 3 gemist, ook gedaan. Als vervanger dus Choupo-Moting. Terwijl sommigen dachten, ja, misschien zet hij naar Gnabry. Nu, ik denk persoonlijk, Gnabry had veel gespeeld met de mannschaft. In die 3 ploegen, bijna alles, denk ik. De volledige 90 minuten gespeeld. Dus het zou toch eens kunnen dat hij Gnabry achter de hand heeft gehouden. En dat het dan voor die wedstrijd tegen PSG Gnabry is. Diep in de spits en niet Choupo-Moting. Als de spelers van PSG geen schrik hebben,
zegt Pochettino, dan heeft hij misschien schrik van Bayern, want Nicola en ik, ja, waren, ik wou het net waren samen in, in Londen voor Tottenham-Bayern vorig seizoen. Zeg nog eens de eindstand. 2-7. En vrij open gevoetbald. En wie scoorde er 3 keer? Gnabry. Ja. Dus kijk, dan is de cirkel rond. Hij heeft nu wel, in principe heeft hij nu wel iets meer kwaliteit. Ja, met, dat ook wel. Met dat Tottenham natuurlijk. Ja. Dus voilà. Oké, Peter, we gaan je stilaan laten verder werken, want je hebt nog een andere Champions League-kandidaat die je straks moet... straks moet je nog naar een Champions League-kandidaat. Antwerp-Anderlecht. Laten we zeggen, dat is toch in het voorgeborgde, dat die kandidaat, zeg maar, eventueel net nog in te struikelen na nog vele tussenstations. Net zo even komen kijken, zo, terwijl het zich in de verte afspeelt, het echte gevecht aan de Champions League. Het is al eens gebeurd, ik vind het wel, clubs, maar... Het is wel een zeer boeiende, cruciale wedstrijd. Hè. En voorlopig, nu, ik denk Antwerpen zal er wel bij zijn, maar voor Anderlecht alle resultaten van vandaag... Goed, Genk moeten we op dit moment nog afwachten, die zijn er net aan begonnen. Maar alle resultaten zijn gunstig voor Anderlecht, ook het verlies van KV Oostende. Dus als je weet dat het volgende week nog Anderlecht-Club Brugge is, ja, dan moet Anderlecht eigenlijk proberen te winnen. Ook de wedstrijd dus interessant. Tussen twee coaches, hè? Ook interessant. Hè? Zeker. Ja. Maar voor Frank Verkouteren is dat geen enkel verschil. Dit Anderlecht is, waar hij nog in augustus toch een beetje pijnlijk opzij is geschoven, of een andere tegen Waasland Beveren. Het is allemaal hetzelfde weer. Goed. Alright, Peter. Zo kennen we Frankie. Veel plezier straks voor de mensen die... En bedankt voor je analyse, Peter. En voor de mensen die op dinsdag of op woensdag luisteren, dat kan ook natuurlijk wel. Wij gaan er elke week zijn met een vooruitblik op de Champions League actie. En niet vergeten natuurlijk dat we elke week ook multilives hebben op televisie bij Proximus Sports, waarop we de wedstrijden exclusief allemaal kunnen laten zien. Dus alle 8 wedstrijden in de kwartfinales te zien. Wim, jij bent erbij morgen en overmorgen, dinsdag en woensdag. Graag, met plezier. Dus ook voor jou, dankjewel en graag tot de volgende keer in de Champions Club. Goeiedag, tot later.